Goedemorgen allemaal. 9 uur, tijd om weer live te gaan. Mijn naam is Helga Tijdeman van Financieel Blij en ik neem jullie vandaag mee in live sessie nummer 117. En we gaan kijken wat het vandaag gaat brengen. In eerste instantie gaan we heel even naar de Bitcoin chart kijken. Ik zet heel even de indicatoren uit, want dan kun je even wat beter zien. Zo. Nou, vorige week, ik weet niet of ik het in het live treden had gezegd, maar ik had het sowieso wel even op de Discord gemeld, dat ik dacht dat hij eigenlijk wel binnen een week richting 42k zou gaan. Nou, we zijn volgens mij heel ietsjes later en 42k zit op dit niveau, dus hij heeft hem bijna aangetikt. Ik vermoed dat hij er nog wel overheen gaat. Maar ik heb hier een lijntje staan. Even kijken of ik het een beetje wat overzichtelijk in beeld heb. En ik denk dat hij gewoon in dit kanaal gewoon wat op en neer gaat. En dat hij, als hij hier weer aantikt, dat hij dan vervolgens weer wat naar beneden zal gaan. Altijd afwachten, want hij kan er natuurlijk ook doorheen breken. Dit zou dan de derde aanraking worden in op deze trendlijn. Dus ik hou het altijd wel even voorzichtig in de gaten. Ik neem daar eigenlijk geen beslissingen op. Ik wacht altijd even af totdat hij deze lijn aanraakt. En dan ga ik pas een beslissing daarop nemen. Voor de rest, wat je hier ziet is eigenlijk ook mijn portfolio, mijn spot portfolio van mijn challenge budget. En ik heb tot nu toe drie keer $50 aan Bitcoin gekocht tijdens mijn challenge. En dat is drie keer $50 is $150. Nou, als je hier kijkt, hier onderaan, dan zie je dat het saldo van dit portfolio inmiddels $191,78 is. Dus dat houdt in, hè, dat ik al $41,78 gestegen ben in prijs op dit portfolio. En daarom hamer ik er op dit moment zo op van, weet je, wil je echt Bitcoin sparen, weet je, doe het nu, hè. Hij is relatief goedkoop en het is geen advies, want ik mag geen advies geven, maar het is wat ik doe. Zoveel mogelijk Bitcoin verzamelen, zodat als de prijs van Bitcoin ook omhoog gaat, dat je portfolio er gewoon lekker bij gaat groeien. Het is gewoon bijna één portie Bitcoin wat ik normaal gesproken koop, hè. Ik koop dus in mijn challenge portfolio, dus iedere keer voor $50 aan Bitcoin. En als je dan nu in één keer na drie keer $50 hebt aangeschaft, in één keer al voor $41 erbij hebt gekregen, ik heb nooit een bank meegemaakt die dat geeft en al helemaal niet in deze tijd natuurlijk. Dus dat is het mooie van Bitcoin sparen. Nou, ik ga jullie vandaag meenemen in mijn trade sessie. Maar als je dit ziet, hè, op de Bitcoin, dan denk ik altijd van oké, even kijken. Ik zal heel even iets verder kijken. Je ziet wel, hij is behoorlijk aan het klimmen geweest vannacht, hè, deze uren. Hij is hier, nou, laten we zeggen dat hij hier begonnen is gisteravond om 10 uur. Is die behoorlijk in prijs gestegen. Nou, de laatste drie uurtjes of twee uur. En dit is de nieuwe candle van 9 uur. Dus de afgelopen twee uur heeft hij iets stabiliteit gevonden. Ik vind het eigenlijk nog net iets te kort aan stabiliteit. Om te zeggen van nou, ik ga lekker traden. Maar goed, het is live traden. Dus we gaan gewoon kijken of we überhaupt meldingen krijgen, spotmeldingen. Op een spot wallet kan je alleen maar long gaan. Ben je op een derivaten account aan het traden, dan kan je ook short gaan. Excuus. Dan kan je ook short gaan. Dan heb je waarschijnlijk wel meer meldingen. Maar we gaan gewoon kijken van hoeveel meldingen er zijn en of we daar wat aan hebben. Ik pak wel heel even de scanner erbij. Ik ga hem even
uitvergroten. Zo. En ik ga hem heel even instellen op de juiste instellingen. Want ik heb hier natuurlijk nog wat short meldingen aan staan. Deze zet ik uit. Dus hè, ik kijk alleen maar naar de stopmethode. Oversold voor longmeldingen. Dat doe ik alleen op het platform van KuCoin. En timeframe ga ik even 1, 3 en 5 minuten aanzetten. En dan klik ik even op save. Nou, hij haalt gelijk alles ertussen uit. Hè? En je ziet dat er wel wat actuele meldingen zijn. Dus daar gaan we gewoon even naar kijken. Het is heel handig om op het linkje hierachter te klikken. En hij opent automatisch in AllTrady. Ik zet hem heel even op mijn andere scherm neer. Zodat jullie mijn AllTrady scherm ook gewoon kunnen zien. En ik ga gewoon bovenaan beginnen. Kijken. Nou, hier kunnen we helemaal niets wijs uit worden natuurlijk nu. Want wij, hè, de stopmethode is gebaseerd op een aantal indicatoren. Nou, die halen we er even bij. Ik zie wel dat ik even wat moet schuiven. Zo. Nou, de melding is binnengekomen op deze candles. Die zitten onder de band. Ga kijken hier bij de stochastic. Beide lijnen zijn in oversold gebied. Hebben elkaar gekruist. En de blauwe lijn is ook alweer terug richting niemandsland. Ik zie wel dat hier her en der wat platte candles tussen zitten. Dus dat houdt in dat er ja, toch wel vrij weinig volume is. Dat zie je ook hier. Hè. Al die staafdiagrammen hier die zijn aardig laag. Dan heb je hier natuurlijk wel een uitschieter. Eens even kijken. Alhoewel ik hem niet echt verkeerd vind. En ik zie wel dat die richting echt wel goed nu in niemandsland gaat. Dus we gaan hier gewoon mee beginnen. Ik ga hier instappen. Ik moet er wel even aan denken dat ik met 100% instap. Omdat dat in ons tradeplan staat. Ik ga voor 0,5% winst. 2%, daar zet ik mijn stop los op. Voordat ik instap, klik ik nog even op Ask. En ik heb mijn smart order gezet. We zitten al in de trade. Dus we kunnen al wel het logboek erbij gaan pakken. Logboek begonnen hè, op 29 augustus. En we willen eigenlijk gewoon 100 trades in dit logboek maken. Naar aanleiding van ons tradeplan wat we hebben. Nou, logboek. Het is vandaag 4 december. En dit logboek is niet te downloaden voordat mensen er weer naar gaan vragen. Je kan zelf dit logboek maken naar aanleiding van een masterclass. Die je vindt in de Blije Academie. Die kan je daar aanschaffen. Met die masterclass kan je zelf dit logboek maken zoals jij dat wil. Aanpassingen doen die jij prettig vindt. En dan ben je niet afhankelijk van een boek wat door een ander is gemaakt. Waar misschien wel een fout in zit. Of waar je een wijziging in wil aanbrengen wat niet mogelijk is. Je hebt het dan zelf in de hand. Nou, ik heb alles ingevuld. En we gaan zien. Kijk, heel af en toe dan. Ik klik best wel regelmatig op dit rondje met dat pijltje hierbovenaan. Hè? Synchroniseer markt is dat. Dan verfest je ook even de chart. Want je zag ook van, nou, we zijn al gevuld. Alleen onze aankooporder stond er eigenlijk nog wel steeds. Hij stond al wel op nul, maar hij bleef nog even staan. Dus regelmatig verfest ik altijd even de chart. Even kijken, dan pak ik even de chat erbij. Goedemorgen, Connie. Fijn dat je er bent. He, een duimpje staat alweer, zegt ze. Bedankt vast voor je hulp. René, goedemorgen. Ook bedankt vast voor je hulp. He, dat zijn onze moderators.
Mariska, goedemorgen. Rina, goedemorgen. En heeft ook het duimpje gezet. Henk, goedemorgen. Karin natuurlijk, goedemorgen. Ankie, goedemorgen. David of David, goedemorgen. Diana, goedemorgen. Fen, goedemorgen. Kan er eindelijk ook weer eens live bij zijn. Goedemorgen, Fen. Welkom weer. Anneke. Goedemorgen. Nou ja, goed, zegt ze. Kachel is stuk. Moet me nu maar opwarmen aan Helga. Ik zal mijn best doen. Alhoewel ik altijd een koukleum ben. Nu heb ik aan die kant een straalkacheltje staan. En dan ben ik lekker warm aan deze kant. En aan deze kant heb ik het toch wel wat koud. Maar goed, ik ben echt een koukleum. J-Doc, goedemorgen. Ayesta, goedemorgen. W. Heimering, goedemorgen. Soccer Appy, goedemorgen. René zegt al, dat is lang geleden, Fen Roelands. Ja, en vooral weet je, maandagochtend, hè. Vaak moeten heel veel mensen op maandagochtend gewoon naar hun baan toe. En kunnen ze niet aanwezig zijn bij een live trade sessie. En Karen geeft Anneke nog even een tip. Rondje lopen om warm te blijven. Fen die zegt ook, oh, dat is niet zo leuk, Fen. Sinds twee weken thuis met een burn-out. Nou, doe rustig aan. Denk goed aan jezelf, want onderschat zoiets niet. Connie zegt ook nog Anneke en dat juist nu. Ja, ik weet niet hoe het bij Anneke is in Friesland, maar hier ligt aardig wat sneeuw. En de lucht zit nog aardig vol met sneeuw volgens mij. Even zien. René die deelt nog even de link van de scanner. Ja, als je de scanner wil gebruiken, je kan hem 14 dagen lang kan je de scanner uittesten. Als je de scanner nog niet hebt geprobeerd, de CN-scan, dan kan je hem 14 dagen lang met onze link kan je hem uittesten. En denk je van, nou dat helpt me echt met het traden. Dan kan je hem aanschaffen en dan als je onze link gebruikt of onze kortingscode gebruikt, krijg je 15% korting op de aanschaf van de scanner. Rina zegt ook, het is lekker traden vanochtend. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik maar 2 treetjes heb uitgezet vanochtend. Wel allebei met winst afgesloten. Dus in die zin wel. Ik weet niet hoe vlot het traden op vanochtend gaat. Dus zo, mijn koffie is gelukkig op. Kan die niet meer koud worden. Deze trade die blijft nu een beetje hangen. Dus we gaan het zien. Afgelopen donderdag hadden we een trade sessie. Toen ben ik trouwens ook gewoon op KuCoin op een spot platform geweest traden. Nou, en ik geloof dat we 4 trades binnen 20 minuten hadden. En allemaal binnen enkele, sommige gewoon binnen een minuut gevuld. Binnen enkele minuten. Die gingen zo snel de eerste paar trades. Dus het kan echt, het kan echt variëren, hè. Crypto Lady, goedemorgen. Onverwachts een uurtje later van huis hoeven, dus even meekijken. Ook welkom. René deelt ook nog even het de linkje voor het logboek wat je kan vinden in onze Blije Academie.
Sorry. Maar ik heb een beetje kriebel in mijn keel. Rina geeft ook aan, ze heeft er een subaccount bij genomen voor het afromen voor de boodschappen. En meldt ze ook een beetje aan Connie. Wat ik niet laat zien eigenlijk tijdens het live traden op maandag, maar waar ik het wel vaak over heb tijdens het live traden op donderdag, is dat ik aan het afromen ben in mijn account. En met name doe ik dat natuurlijk al in mijn challenge account. En ik deed het eigenlijk ook altijd al in mijn privé account. Eigenlijk al de laatste paar jaar. Dat ik op elke maandag aan het afromen ging in mijn account. Hè, elke maandag zorgde ik gewoon weer dat er het vaste startbedrag in mijn account stond. Alles wat ik aan meer had, dat roomde ik af op een aparte rekening. En ja, dat hield ik apart van mijn trade-account. Nu doe ik dat misschien nog wel iets meer extremer. Ik doe dat niet meer één keer in de week. Maar ik doe dat nu naar iedere trade. En na iedere winsttrade room ik mijn winst af. Dus na iedere trade begin ik ook weer met mijn vaste portfolio bedrag aan een trade. Heb ik een verliestrade, dan is het gewoon heel erg duidelijk tot welk bedrag ik weer terug moet treden en hoeveel trades daarvoor nodig zijn. Op die manier stel je iedere keer je winst veilig en trade het veel rustiger. Iedereen die op dit moment ook bezig is met het afromen van het portfolio, hoor je eigenlijk hetzelfde zeggen. Het treedt veel rustiger. De druk is eraf. Je stelt je winsten veilig. Het is heel duidelijk van hoe ver je terug moet als je een verliestrade hebt gehad. Hoeveel trades er weer nodig zijn om weer terug op het startbedrag te komen. Het is gewoon heel erg duidelijk. En het geeft je gewoon heel veel rust. Nou, dat is eigenlijk iets wat ik dus niet laat zien tijdens de maandag live trade sessie. Omdat ik dat niet doe met dit portfolio. Maar andere portfolio's doe ik dat volop. En het is echt wel een advies om daarmee bezig te gaan. Om je winsten veilig te stellen. Er zal best een groep mensen zijn die dan gaan zeggen van ja, maar he, mis je dan niet het compound effect en dat je iedere keer je winst weer opnieuw inzet voor volgende trade. Dan bouw je harder aan je portfolio. Nou, er is voor iedere kant is er iets te zeggen. Maar test het gewoon uit en kijk waar je jezelf gewoon het prettigst bij voelt. Als het rust is in je traden, dat is echt meegenomen. En als je iedere keer toch last hebt van die verliestrades, dat het jou onrust geeft en dat je je winsten weer kwijt bent of een groot deel van je winsten, dan zou ik zeggen, probeer het eens een tijdje. Zet je winsten aan de kant en ga iedere keer traden met met je basisbedrag, met je basisportfolio. Eens even kijken hoor. Nou, deze trade die gaat richting onze stoploss. In ons tradeplan, wat we hebben opgesteld voor dit account, stappen we in met 100% en doen we geen bijkoop. Nou, dit houden we gewoon echt wel 100 trades vol. En dan gaan we analyseren wat zouden we veranderen, ja of nee. Want anders zou dit ongeveer ook wel een beetje een punt zijn om te kijken van hey, ik ben even alert voor een mogelijke bijkoop. Nou, dat doen we dus in dit portfolio niet. Dus we gaan zien, gaat hij ons uitstoppen? Of keert hij nog net op tijd en gaan we wel weer richting TP? Ik ga heel even verder in de chat, even kijken waar ik ben gebleven.
Oh, Rina, die heeft het lekker bekeken. Die zegt, ik heb een tv erbij waarop Helga is en een pc waarop ik kan traden. Lekker. David of David vraagt, kan je iets vertellen over Hypertrader 3.0? Nee, daar kan ik heel weinig over vertellen. Wat ik weet over Hypertrader 3.0 is dat wat ik ook zelf lees in de groepen van Hypertrader of opmerkingen over Hypertrader. Omdat ik heb besloten om zelf Hypertrader niet meer te gebruiken. De reden waarom ik Hypertrader niet meer gebruik is omdat heel veel exchanges waren niet meer toegankelijk op Hypertrader. Dus dat werd steeds beperkter. Nu zijn er wel weer wat exchanges bijgekomen. Nou, ik werk ontzettend graag met smart orders. Dat heeft een heel tijdje niet gewerkt op Hypertrader of niet goed gewerkt op Hypertrader. Ik weet niet hoe dat nu werkt op Hypertrader, of dat al goed gaat, ja of nee. Dus daar kan ik niet zo heel veel over zeggen. En het volgende, Hypertrader werd aangeboden als op een gegeven moment een gratis platform. Werd vorig jaar juni werd Hypertrader een gratis platform. Nou, in mijn ogen iets waar je eerst behoorlijk fors voor hebt moeten betalen. En dat dan in één keer gratis wordt, ben ik best wel alert van oké, hoe gaat het verloop dan nu? Uiteindelijk vond ik de mogelijkheden steeds verder achteruit gaan. En alles wat ik graag wil hebben, ik wil charts kunnen opslaan, ik wil meerdere layouts, meerdere templates kunnen opslaan. Nou, daar moest ik al voor gaan betalen. Smart orders, meerdere smart orders kunnen zetten, moest ik al voor gaan betalen. Op een gegeven moment betaalde ik voor Hypertrader meer dan 18 euro per maand. Daarnaast had ik ook altijd nog Altradie, waar ik heel erg tevreden over ben. Maar omdat Altradie een betaald platform was, of is, en Hyper altijd een gratis platform, en ik gewoon wel vooral beginnende traders ook de mogelijkheid wil bieden van het gebruik maken van een tool, heb ik in het begin daarom altijd Hypertrader gebruikt. Want dan kunnen beginners daarop kosten besparen. Maar op een gegeven moment, als je de mogelijkheden wil hebben bij Hypertrader en je eigenlijk meer zou moeten betalen dan een ander tool die veel beter en veel uitgebreider is, ja, dan kies ik dus wel voor die andere tool. En die andere tool is dus Altradie. Dus ik heb gekozen om verder te gaan met Altradie. Ook Altradie alleen nog maar te gebruiken tijdens het live traden. Privé gebruikte ik eigenlijk altijd alleen al Altradie. Omdat ik daar gewoon heel erg tevreden over ben. Over alle mogelijkheden die Altradie ons biedt. Dus vandaar. En ik hoor dat verschillende verhalen over Hypertrader 3.0. Heel veel functies zijn nog niet eens in orde. Dus ik weet ook niet of ze tot nu toe zeggen. Er was sprake van dat ze zeiden in januari is het Hypertrader 3.0 en alle voorgaande versies zijn al niet meer te gebruiken. Omdat 3.0 nog niet helemaal 100% in orde is, weet ik niet in hoeverre ze dat gaan hardmaken, dat alle voorgaande versies niet meer te gebruiken zijn. Dus dat laat ik even in het midden. En dat is alles wat ik erover kan vertellen. Ik weet dus wel dat als jij Altradie gaat gebruiken en je maakt gebruik van Altradie, de korting die je krijgt als je een jaarabonnement afsluit en je neemt onze korting daar nog eens bovenop, 15% korting als je onze link gebruikt, dan kom je een heel stuk goedkoper uit dan wat Hypertrader vraagt voor alle losse modules. Even zien hoor. Oh, Connie wil Anneke aan het touwtje springen hebben. Maar Anneke zegt, oh, gelukkig heb ik nog een houtkachel. Oh, wat heerlijk.
Soccer Abby zegt ook 3 trades gedaan. Die waren snel. Zit nu in een langere trade. BTC heeft een kleine correctie. Trade stop met leverage keer 5. Mooi. Ankie zegt, hopelijk heb ik je niet aangestoken. Ik heb net een coronatest gedaan en ik ben positief. Oké. En Ankie, die heb ik zaterdag in real life ontmoet. Dus nou ja, we zien het wel, hè. Dan zieken we het uit. En, we kijken wel wat het gaat worden. Ik kan nu in ieder geval, ik kan niemand besmetten hier. Dus dat scheelt weer. Maar in ieder geval beterschap, Ankie. En Connie zegt ook al, oei, ik had ook al het hele weekend keelpijn. Nou, en Connie was er zaterdag ook bij. Dus. En Karin vraagt, Helga, heb je je verwarmde trui aan? Nee, die heb ik niet aan. Want ik heb hem nog niet binnen. Ja, Helga aan de opladers, ja. Anneke vraagt bij KuCoin onder feature kun je de coins vastzetten. Ik heb low risk en high, maar ik begrijp het niet. Kun je hier iets over vertellen of is er een video van? Ik kan niets vinden. Ik gebruik dat niet, dus ik kan daar ook eigenlijk weinig over vertellen. Soccer Abby zegt van ik room ook af na elke 10 trades. 25% compound ik en de overige 50% in interessante coins waar ik naar verwachting of hoop sneller te groeien dan BTC. En dus meer BTC maak aan het eind van de bullrun. Mooi. Zo zie je dat veel mensen het afromen toch wel mee bezig zijn. Patricia, goedemorgen. En Connie zegt ook al, hè, waardeer je deze live trade sessies, geef dan een duimpje. Dat helpt enorm, ja. Het helpt in mijn ego natuurlijk een beetje. Hè. Als ik heel veel duimpjes krijg, vind ik het natuurlijk leuk. Maar als je bij YouTube in de zoekfunctie live traden intikt en deze video heeft redelijk wat duimpjes gekregen, dan zegt YouTube van, oh, dit zal wel interessant zijn voor degene die zoekt naar live trade sessies. En dan toont YouTube deze video. En daar help je dus niet alleen ons mee, want wij krijgen daardoor wel meer views op een video. Maar je helpt ook een ander mee die graag naar een live trade sessie zou willen kijken. En Connie zegt ook al, gelukkig werken we thuis en ik ben al een coronatest aan het doen. Dus even zien. Nou, je ziet, hè, de bodem van, hopelijk was dat hier. En zet hij nu de prijs om naar boven. Ik weet het niet. We gaan het zien. De stop. Ik zie dat de stop, zeg maar, hier ja, in een candle staat. Het liefst had ik mijn stop hieronder staan. Maar goed, we hebben nou eenmaal de afspraak. We zetten onze stop los op min 2 en dan hou ik me daaraan. Hè. Dat staat in ons tradeplan. Maar we zijn inmiddels uitgestopt. Maar anders zou ik misschien zelf, persoonlijk in mijn privéaccount, zou ik net onder deze kenneltjes zijn gaan staan. Ik denk niet dat het had geholpen, want waren we waarschijnlijk ook wel uitgestopt geweest. Nou, nu zie je dus weer een situatie. Je ziet ook, hè, we zijn uit de trade, we zijn gevuld.
Nou, we zijn uitgestopt, laat ik dat maar zeggen. Alleen, er staan nog geen pijltjes. Ons saldo is nog niet aangevuld. Nou, dat is altijd zo'n moment om even op de refresh-knop te klikken. Nou, je ziet ook de pijltjes stond er inmiddels al en het saldo is nu ook het juiste saldo. Nou, we beginnen vandaag met een verliestrade. 284,36 en we zijn 9:31 uit de trade. 2,33% is ons verlies en we hadden onze stoploss op min 2 staan. Waarom is dan ons verlies nu 2,33 en niet 2%? Nou, ten eerste, ik wil even een linkje maken. Ten eerste verkopen we met een market order. Dus als de prijs, terwijl wij aangetikt wordt en de prijs zakt gewoon nog verder naar beneden, wat je ook zag wat hier is gebeurd, dan je verkoopt voor de marketprijs. Dus de prijs kan altijd weer net iets lager zijn. Daarnaast is eigenlijk ook nog het volgende. Ik zet heel even mijn linkje neer. Wij traden natuurlijk op een tool als AllTrady. En wij traden met een smart order. KuCoin kent de functie OCO niet. Nou, mensen die al wat langer ons volgen of wat langer met de stopmethode aan het traden zijn en nog op Binance hebben getraden, weten wat een OCO is. Een OCO is One Canceled the Other, staat dat voor. En een OCO betekent dat ik en een verkoop en een stoploss tegelijk kan neerzetten in één order. Zo'n platform als Binance ondersteunde dat. Zo'n platform als KuCoin heeft de OCO niet als functie op hun platform. Dus die ondersteunt dat ook niet. Maar nu kunnen wij met AllTrady een smart order neerzetten. Dat houdt in dat je je aankoop, je verkoop en je stoploss in één order neer kan zetten. Ja, daar zorgt AllTrady voor door middel van die smart order dat dat kan. Maar AllTrady kan niet tegelijk een verkoop en een stoploss op het platform van KuCoin zetten, want dat ondersteunt KuCoin niet. Dus wat gebeurt er als je wordt uitgestopt door middel van als je een smart order hebt gezet en je wordt uitgestopt en de stop wordt hier aangetikt, dus die wordt geactiveerd, dan gaat AllTrady direct een signaal doen naar KuCoin van daar moet mijn stop los komen te staan en dan wordt die eigenlijk ook min of meer wel gelijk verkocht. Maar er gaan wel fracties van seconden overheen. En als de prijs snel heen en weer gaat of snel dropt, ja, dan kan je altijd wat lager uitkomen. Dus hou daar rekening mee. Is min 2% voor jou echt, dat je zegt, dit is echt het uiterste wat ik kan leiden in mijn portfolio. Hè? Ik heb een analyse gedaan. Ik mag zoveel verliestrades hebben, allemaal met maximaal min 2%. En als het hoger is, dan kom ik onderaan de streep niet winstgevend uit. Zorg dan dat je boven de min 2%, hè? Dat je hem op 1,8 zet of zo, ik noem maar wat. Dat je daar dus rekening mee houdt. Want dat is dus de reden waarom een stoploss, als jij hem zet op min 2, niet altijd min 2 aangeeft. Of uiteindelijk wordt. Dus. Dus even zien. Hebben wij nog andere meldingen? LUNC, USDT. Dus even zien hoor. Je ziet dat hier is die behoorlijk geklommen. Dit zijn 3 minuten candles. Hier is die voor het laatst ook bij de bovenste band geweest. Ja, iets wat toch wel vrij snel zo omhoog gaat. Gaat vaak ook die kant ook weer op naar beneden.
Nou, je ziet hier is de melding opgekomen. Beide lijnen in oversold gebied zijn elkaar gekruist. Blauwe lijn is al wel weer richting niemandsland. Alleen deze, dit is voor mij een beetje een rode vlag, hè? Die is 61% gestegen in de afgelopen 24 uur. Nou, nu wil ik wel even zien. Hè, 61% vind ik toch wel vrij fors. Waar is dat geweest? En hoe ziet dat eruit? Nou, is waarschijnlijk van hier tot aan daar. Ja, dat is al 90%. Hij is natuurlijk alweer iets gezakt in prijs. Maar je ziet wel dat die stijging, dit zijn 3-minuten candles, is redelijk, ja, het is niet in een paar candles gegaan. Je ziet hier is die in prijs omhoog gegaan. Is hij redelijk stabiel. Hij is wat hersteld. Hij is wat stabiel gebleven. Hier gaat hij weer in prijs omhoog. Hier blijft hij wat stabiel. Stukje omhoog. Stabiel. Weer een stuk omhoog. Stabiel. En hier een behoorlijk stuk omhoog. Dit is veel hoor. Even kijken. Ja, 21%. En nu is hij aan het herstellen. Je ziet dat hij dus die prijs naar beneden gaat. Ik ga hier nu niet instappen. Omdat ik vind dat hij nu te veel naar beneden gaat. En ik verwacht dat hij eigenlijk nog wel een stukje naar beneden gaat. Zou hij al een wat langer een stabiele periode hebben aangegeven? Nou, dan zou je dit eventueel een beetje kunnen negeren. En dan kan je misschien wel instappen. Hele kleine marges aanhouden om wel te traden. Ik doe dat nu niet. Alhoewel het waarschijnlijk, als ik was ingestapt, was ik er waarschijnlijk ook al wel uit geweest. Want de banden zijn heel breed. 1,32 is hij nu al gestegen sinds dat wij naar deze aan het kijken zijn. Ja, ik laat hem voorbij gaan. Ik vind hem een te hoog risico. GMEE, GME, weinig volume hier, hè. Je ziet veel platte candeltjes. Deze is 25% gezakt in de afgelopen 24 uur. Je ziet ook dat die gewoon, ja, het is niet in één candle naar beneden gegaan. Hè. Hij is ook wel behoorlijk, ja, in een neerwaarts patroon. Even kijken. Hier is die voor het laatst nog bij de bovenste band geweest. Het zijn 1-minuten candles. Hier is die in oversold gebied. Candles hebben elkaar gekruist. Blauwe lijn is wel in niemands land. Maar ja, is nu niet in een stijgende lijn. En je ziet dat die een beetje naar de zijkant wijst. Dit is voor mij ook eentje om nu niet in te stappen. Oh, nu doe ik mijn blad weg, maar die moet ik zo even opzoeken. Nou, deze, ik hoef eigenlijk helemaal niet te analyseren verder. Puur doordat ik dit zie, hè, al die platte candletjes en dan een lange platte candles en een lange candle. Platte candles, lange candle. Dit is voor mij al iets dat ik zeg, nee, hier ga ik echt niet instappen. Zo weinig volume zit hierin. Stel je voor, hè, dat hij nu 5, 6, 7 candles gewoon plat is. En dan weer eens één lange, misschien wel naar beneden. En dan weer 5, 6, 7 candles plat is. Nou, dan zit ik hier straks 30 candles in en dan ben ik niks opgeschoten. Daar ga ik ook niet aan beginnen. Dan is deze nog het beste om in te stappen op dit moment. Maar wel met risico. Ik heb er hier nog eentje die is al wel wat ouder. SIS. S Grieks I S. Die is 15% gestegen. Dat valt in deze tijd best mee. Dat is waarschijnlijk hier gebeurd. Ja, dus dit is wel, zeg maar,
in een korte tijdsbestek een paar candletjes. Hè, dit zijn 5 minuten candles. Dus als 15, 15, 20 minuten is die best wel behoorlijk gestegen. Ik zal even ongeveer, ja, 25% gestegen. Je ziet ook dat hij daarna direct wel naar beneden is gegaan. Maar je ziet, dit is een lange tijd dat hij stabiel is geweest. Dus dat houdt voor mij in dat, ja, dit voor mij op dit moment niet zo heel zwaar telt. En dan kijk ik meer van, hey, hoe verhoudt zich dit? Zit er veel beweging in? Herstelt hij zich wel steeds weer of naar de bovenste band? Ik kijk heel even hoeveel de bandbreedte is, 4%. De stochastic lijnen zitten in oversold gebied, hebben elkaar gekruist, maar je ziet dat die blauwe lijn nog niet richting niemandsland is. Daar zou ik bij deze nog even op wachten. Ik zou deze niet gelijk afketsen van, nou nee, hier stap ik niet in. Nee, hier wacht ik gewoon nog even op. Ik kijk even hoe die zich gaat ontwikkelen. En mocht de blauwe lijn wel richting niemandsland gaan, hè, dus dat roze vlak, dat noemen we steeds niemandsland. Mocht die blauwe lijn daar tegenaan komen of er net in. En de candle die duurt 5 minuten, dus ik doe dat niet aan het begin van de candle. Als die candle nu bezig, die candle is nu, we krijgen zometeen een nieuwe candle. Als die candle nog in het begin is en hij zou, zeg maar, de blauwe lijn zou richting niemandsland gaan, dan stap ik nog niet in. Want die candle duurt 5 minuten en in 5 minuten kan er best heel veel gebeuren. Dan kan die ook weer naar beneden gaan. Wacht dan tot de laatste, ik zeg altijd de laatste 10 seconden, nou, de laatste 20 seconden. Wacht even tot het laatste moment van die candle. Staat die candle dan nog steeds zoals jij hem zou willen, hè? Dus dat die groen is en dat deze blauwe lijn omhoog wijst richting niemandsland, dan zou je best in kunnen stappen, maar anders wacht even. Ik krijg maar geen nieuwe candle, dus even kijken of deze heb ik geen. Ja, countdown to bar, die moet aanstaan. Dan telt hij af van de candle. Maar nu, bij deze telt hij nu niet af. Maar dat, misschien dat we dat zo meteen nog gaan zien. Vooralsnog zit er weinig beweging in, maar het is ook een 5 minuten candle, hè? Dus even zien, want het is de eerste maandag van de maand. En ik heb per ongeluk mijn tabblad weer afgesloten. Ik ga hem heel even weer opnieuw opstarten. En dan ga ik mijn goud er eens even bij pakken. Ik moet heel even inloggen. Dan gaan we eens even kijken wat goud de afgelopen periode heeft gedaan. En dan gaan we even een stukje goud erbij kopen. We hebben inmiddels 5 keer goud gekocht voor 50 euro. Dus we hebben 250 euro geïnvesteerd op dit moment in goud. Nou, je ziet de waarde op dit moment is 259,84. Dus we hebben 9,84 euro is het dus in waarde, ons portfolio in waarde gestegen. Dus ook hier staan we in de plus. Hoe is dat nou in verhouding met Bitcoin? Hè? Toen straks zei ik al van, hè, op een portfolio waar ik voor $150 aan Bitcoin heb aangekocht, heb ik nu al $41
meerwaarde, dus winst in dat portfolio. Dus dat groeit veel harder. Maar dat fluctueert ook veel meer. Hè? Dat kan ook morgen in één keer op min 10 staan of wat dan ook. Want niets is grilliger dan de Bitcoin, zeg maar. Goud gaat de laatste tijd ook nog wel eens wat heen en weer. Maar blijft toch wel min of meer. Die kent niet zulke grillige pozen van 10 erbij, 20 eraf, ik noem maar wat. Hè. Dat gaat wat meer geleidelijk aan. Ik denk dat we een week of 2-3 geleden stonden we wel net rond de 250 of misschien 248. Dus de laatste tijd is goud best wel omhoog gegaan. Ik zal heel even kijken bij de goudprijs. En dan wil ik eigenlijk niet een daggrafiek, maar een weekgrafiek. En dan zie je ook dat hij in een week tijd al aardig in prijs gestegen is. Een week geleden was de goudprijs 59.086 in euro's. En vandaag, dus even kijken, is die 61.166. Dus zeg maar een kleine 1100 euro meer per kilo. Dus dat ja, kan ook best wel snel gaan, vind ik nu voor deze tijd. En als ik even kijk voor een maand, dan zie je ook dat die behoorlijk aan het klimmen is. Maar als we kijken wat voor een langere periode, dan zie je wel wat grilligheid natuurlijk hierin. Maar hier zit bijvoorbeeld, dit is 55.000 euro en dit is 60. Hier zit 5k tussen. En als we kijken op een langere periode, dan pak ik even een periode van 10k. Dan zie je gewoon dat die ja, geleidelijk aan wel stijgt. Maar dat die niet zo grillig is. Als je de Bitcoin chart van de afgelopen 10 jaar zou zien, dan zou je echt dit zien. Hè? Maar dan zou je ook zien dat die van hier naar daar is gegaan. Maar dat die veel grilliger is. En goud is gewoon veel stabieler. Nou, wij hebben ook gezegd, hè, we gaan iedere eerste maandag van de maand, als ik online ben, ga ik goud kopen. En dat doe ik voor 50 euro. Nou, ik hoef niets te storten. Eens even zien, ik koop goud. Ik moet heel even zien, want hij zegt dat ik geen nieuwe account kan kopen, geen openen. Maar dat hoeft ook niet, ik moet ook geen nieuwe account. Ik doe heel even iets buiten beeld hoor, want ik weet niet welke gegevens ik dan laat zien. Ik heb het al. Ik klikte hier boven op kopen. En dan, dat is meestal als je nog geen account hebt, dan ga je hierop klikken. Maar we hebben een account. Dus ik klik op mijn account en dan klik ik op kopen of verkopen. Nou, inmiddels wil ik gewoon kopen en ik wil goud kopen. Al ons goud ligt in Zurich. Dus ook dit stukje goud wil ik ook in Zurich kopen. Nou, ik ga voor best dance type order. Dat doe ik eigenlijk altijd. En ik wil voor een bedrag kopen. Je kan ook zeggen, ik wil voor zoveel gram kopen. Of ik wil een kilo kopen, hè, wat jij wil. Nou, ik koop gewoon voor een bedrag. En wij kopen altijd voor een vast bedrag van 50 euro. Nou, dan ga je naar de volgende stap. En dan kan je hem controleren. Hè. Dus ik wil kopen. Ik wil goud kopen in Zurich. Nou, ik doe het voor een vast bedrag van 50 euro. Dus dan is het
plus minus 800 gram of 0,800. Dus 0,8 gram. De prijs per kilo is op dit moment 61.854,91 €. Ik doe dat voor de Best Ends order. Nou, deze order geldt totdat ik hem annuleer. Nou, orderwaarde is 49,50, want de transactiekosten zijn 50 cent. En in totaal is deze order 50 euro. Nou, als ik alles heb gecontroleerd, ga ik mijn order versturen. Nou, ik heb hem verstuurd. En als ik nou terugga naar mijn account, dan zie je ook dat het geld, hè, die 50 euro wat hier stond, is nu eraf. Dan staat hier, eens even zien. Deze, hè, die is nu in transport. En dat kan soms een dag duren, soms 2 dagen, kan een week, soms ook wel eens 2 weken. Hoe lang dit duurt, daar zit echt wel verschil in. Denk niet van, oh, er is iets verkeerd gegaan met mijn order of wat dan ook. Nee, zo lang duurt het gewoon voordat het op die bar is bijgeschreven. En hoe werkt dat nou? Is het nou van, hè, dat ze hier 0,8 gram goud bij elkaar schrapen, in een zakje doen en op transport sturen naar Zürich? Zo werkt het niet. In Zürich liggen in de kluis allerlei goudbars. En die goudbars hebben allemaal een nummer. Nou, wij hebben een bar daar liggen met dit nummer AA65637. En daarvan, die bar goud, daarvan is 249,975 gram is, zo weegt die bar. En van die bar, van die 250 gram, is 4,24 gram van ons. Hè, van Financieel Blij. En nu heb je kans dat als de rest van, van die bar nog niet gereserveerd is voor anderen, dan heb je kans dat het wat ik nu heb bijgekocht, hè, die 0,8 gram, dat hier bij deze bar erbij komt. Stel je voor dat die rest van de bar al aan anderen zijn toebedeeld, of deze bar is al helemaal gevuld, hè? We hebben de complete bar al. Dan komt hier een nieuwe barnummer bij te staan en dan krijgen we een ander stukje van de bar. Uiteindelijk, als je genoeg geld hebt gespaard dan, en je hebt hele bars, ja, dan liggen daar zo'n, ja, ik zeg zo, maar die bars zijn helemaal niet zo heel groot. Maar dan kunnen daar een aantal bars volledig voor jou zijn en die kunnen daar in die kluizen liggen. Dus het is niet zo dat er fysiek nu gewoon die 0,8 gram op transport gaat naar Zürich. Zo is het niet. Maar administratief moet dat bijgewerkt worden, zodat bijvoorbeeld dit gewicht hierbij komt en wordt geregistreerd op onze naam. Dus zo werkt dat. Nou, je kan zelf dus ook heel makkelijk op deze manier goud sparen. Er is al een linkje gedeeld in de chat waar je een account aan kan maken. Nou, je kan daar eenmalig geld op storten en voor eenmalig goud kopen. Je kan ook zeggen, nou, ik kijk iedere maand als mijn salaris er is, ga ik een klein deeltje van mijn salaris ga ik investeren in goud. Kan je handmatig doen zoals wij dat nu doen, hè? Iedere maandag of iedere eerste maandag van de maand. Je kan dit ook automatisch laten doen. Je kan het automatisch laten afschrijven, dat er automatisch goud voor je wordt gekocht. Maar je kan ook zeggen van, nou, eindejaarsuitkering of ik krijg een kerstgift of wat dan ook, ik ga daar eens goud van kopen. En dan koop je nu eenmalig goud en af en toe log je eens een keer in om te kijken van, hé, wat doet die goudprijs? Ik zou dat niet elke week gaan doen, want daar word je niet zo heel erg gelukkig van, denk ik dan maar. Daar ben je te veel ermee bezig. Maar als je denkt van, nou, weet je, dat groeit mooi of dat, nou, dat staat daar mooi,
Straks met mijn vakantiegeld hou ik iets meer geld over. Hey, ik koop nog eens voor 50, misschien voor 100 euro, misschien wel voor meer geld. Koop ik nog eens wat goud bij. Het is een heel mooi spaarpotje. Aan de andere kant, alles wat je hier hebt staan. Hè, we hebben dus nu 250 en we hebben er nu 50 dollar bij, of euro bij geboekt. Dus wij hebben hier nu ruim 300 euro staan in dit potje straks. Zelfs dit is bijgeschreven. En wij denken toch van, nou, we willen een bepaalde investering doen waar wij die 300 euro voor nodig hebben. Kan je je goud weer verkopen en wordt het geld op jouw bankrekening gestort. Dus zo makkelijk je kan aankopen, zo makkelijk kan je ook weer verkopen. Nou, ik zou zeggen, doe niet vandaag aankopen en denk volgende week, ach, heb ik dat geld nodig, laat ik het maar weer verkopen. Doe dat gewoon niet. Doe het met geld wat je kan missen. En probeer het gewoon, dit is voor de langere termijn, probeer dit gewoon een tijd te laten staan. Dus in zoverre heb ik jullie weer even meegenomen in ons goud gebeuren. En dan gaan we eens even kijken of we nog verder kunnen met een trade. En tot nu toe is de scanner leeg. Nou ja, leeg. Ik zal het even laten zien. Vaag gekleurd. En als dit vaag gekleurd is, dan zijn dit oudere meldingen die meer dan 3 candles oud zijn. Wil niet zeggen dat die candles niet meer bruikbaar zijn. Maar, hè, kijk, hier heb je weer een nieuwe melding. Alleen ga ik altijd wel even kijken, want ik zie dat deze melding al eerder is geweest. Maar dat zijn 1 minuten. Nu meldt hij hem op 3 minuten. Nou, ik ga eens even kijken. Vision. Op de 3 minuten. Nou, je ziet hier een behoorlijke piek. In een paar minuten dat hij flink is gestegen. Hij heeft hem ook al direct weer het herstel hierin gezet. En je ziet dat hij hier al bijna weer op dat niveau is waar hij vandaan komt. Nou, hier is een stukje stabiliteit. Hier kabbelt hij weer wat omhoog. En hier zet hij weer in naar beneden. Maar is hij wel ongeveer weer op dit niveau waar hij eigenlijk vandaan komt? En als je kijkt, dat is dit niveau. En dat is ook dit niveau. De melding komt binnen op deze candles. En beide lijnen zitten in oversold gebied. Hebben elkaar nog net niet gekruist. Dus daar wachten we even op. Hè? Je wil dus dat die blauwe lijn door die rode lijn heen kruist. En je wil ook wachten totdat die blauwe lijn richting niemandsland is. Dus deze is op dit moment gewoon nog niet instapwaardig. Ik keek net heel even snel naar die SIS. Maar we zeiden van, nou, daar stappen we niet in, hè. Maar, daar wachten we even op, hè, totdat die blauwe lijn omhoog is gegaan. Nou, je ziet dat die blauwe lijn is omhoog gegaan. Is tijdens mijn goudpraatje gebeurd. Dan was je waarschijnlijk hier ingestapt. En even kijken. Nou, dan ben je nu net aan uit de trade, mocht je deze hebben gepakt. En je gaat ook voor 0,5% winst. Dan was je uit de trade. In principe is die nog instapgeldig. Want ik zeg altijd, zolang die blauwe lijn nog niet op 50% is in niemandsland, is de instap nog geldig. Nou, hij zit nu op 39%. Maar ik ga dan ook altijd kijken, hoe ver moet hij nog tot die MA20 lijn? Stel je voor dat ik hier zou instappen, dan moet die 0,7% stijgen, wil ik uit de trade zijn. En waar zit 0,7%? Dat zit net boven die MA20 lijn. Dus hij zou nog wel steeds instapwaardig zijn. Alhoewel die MA20 lijn, die functioneert ook vaak als een level, hè? Als een plafond, daar waar die tegenaan moet. Nu zie je wel dat hij er steeds doorheen is gegaan. Ik kijk heel even of er nog een andere melding is. Die is alweer voorbij.
vision, maar die ben ik niet zo. De lijnen zijn nu elkaar gekruist. Nu is het echt wachten totdat die blauwe lijn in niemands land is. Ga ik nog heel één keer terug naar deze. Nou, je ziet dat die, even zien hoor. Ik ga nog één keer meten waar nu 0,7 zit. Ja, die zit al, ja, voor mij, ik zal even een lijntje zetten. Voor mij vind ik dit al te ver boven MA20. Ik denk best wel dat die daar nog gaat komen. Maar het risico vind ik te groot dat het mogelijk ook nog eens een langere trade gaat worden. Alhoewel je ziet wel dat hij hier best wel veel bij de bovenste band is geweest. Maar toch stap ik niet in. He, zoeken naar krenten uit de pap. Wachten gewoon heel even wat deze gaat doen. Ondertussen heb ik wel weer wat andere meldingen waar ik gewoon even naar ga kijken. PRQ. Hoef ik niet zo heel lang over te dubben. Veel te weinig volume. Te veel platte candles. Nou, doen we er aan de kant. Deze moeten we toch even in de gaten houden. Hij moet nog 40 seconden, deze candle. En ik wacht even tot de laatste 10 seconden. Dan ga ik even kijken wat ik dan ga doen. Deze blauwe lijn is nog niet echt helemaal tegen niemands land aan, maar hij is wel op de goede weg. Dit is niet echt zo'n krent uit de pap hoor. Dit is... Dit kan een wat langere trade gaan zijn. Even zien. Kijk, ik pak nog heel even vision terug. Je ziet ook dat hij heeft nu een nieuwe candle. Heeft hij gevormd. En je ziet ook dat blauwe lijn eigenlijk een recht streepje nu is geworden. En dat wil je niet. Je wil echt dat die omhoog gaat. Dus we wachten hier nog gewoon mee. We stappen nog niet in. Deze had ik net aangeklikt. FTT. Nou, je ziet dat deze instap al voorbij is. Hè? Deze melding kwam hierop binnen. Nu denk ik niet dat ik sowieso was ingestapt, want dit is nog maar net geweest. Je ziet dat hij hier weer terug gaat naar beneden en dat hij een klein stukje herstel pakt, maar nog niet al te veel. Maar nu zie je ook deze blauwe lijn, die zit inmiddels op 68% in niemands land. Nou, dat is over de 50%. Nou, dan stap ik ook niet meer in. Spa zie ik ook nog. Hier komt de melding op. Je ziet wel, blauwe lijn staat inmiddels wel in niemands land. Hier is die voor het laatst nog bij de bovenste band geweest. Het zijn 3 minuten candles. Heeft best wel weinig volume. Dan kies ik toch liever voor vision. Vision, deze moet nog 50 seconden, deze candle. Ik wacht even tot de laatste 30 seconden, hoe die er dan uitziet. En dan ga ik op mijn gemakje de smart order klaarmaken, zodat ik in de laatste 10 seconden kan instappen. Nou, die laatste 30 seconden gaan nu in. Dus ik ga mijn smart order klaarmaken voor de ask prijs. Ik stap met 100% in.
Ik ga voor 0,5 winst. En voor min 2 mijn stop los. Klik ik nog een keer op ask. Ik zit nu in de laatste 10% van de candle en ik stap in. Ook weer even, maar even weer verversen. Hij heeft hem gewoon nog niet helemaal gevuld. Maar we kunnen hem al wel vast noteren in ons logboek. 6:10. Op 4/12/2023. Vision. Voor de stop. 3 minuten candles. Nou, we gaan zien waar die heen gaat. Ik pak nog heel even de chat erbij. Oh, we waren bij de coronatest van Connie. Christine, goedemorgen. En Anneke, die zegt dat beterschap allemaal. Het is bij mij een maand geleden. Of ik heb het een maand geleden gekregen en ik voel me nu pas een stuk beter. Inderdaad, je bent ook lang aan het kwakkelen geweest. Connie zegt, nou, die is in ieder geval negatief, want ik heb afspraken staan deze week. Nou, gelukkig dan maar. Er bestaat ook nog zoiets als gewoon verkouden of gewoon griep. Soccer Appy. Dat is een bericht naar Rina toe. Even kijken. Benny, hoi iedereen. Ik spring weer eens binnen om iedereen gedag te zeggen. Nou, welkom Benny. René heeft ook even de link gedeeld, hè, waar je van Gold Republiek, waar je gewoon op een veilige en een hele makkelijke, eenvoudige manier dus kan investeren in goud. Lagerveld zegt, als er op dat moment niets verhandeld wordt, krijg je ook geen nieuwe candle. Je krijgt altijd een nieuwe candle, maar als er niets verhandeld wordt, dan zie je inderdaad maar heel weinig. Dan zie je alleen maar een plat streepje. En dat zijn ook deze platte streepjes. Hè? Ik weet niet of ik het over hier... dan heb je zo'n plat streepje, dan is de openings... prijs en de sluitprijs is nagenoeg gelijk. En er zit geen wick aan. Geen wick aan de bovenkant. Geen wick aan de onderkant. Dus dat houdt in dat de prijs niet hoger is geweest. De prijs is niet lager geweest. Dus er zit eigenlijk geen handel op dat moment in de munt. Connie zegt al, hè, de goudprijs is flink gestegen. Nou ja, inderdaad. Nou, Vision die gaat wel even zijn werk nog doen. We zijn nog niet helemaal aangekocht, hè. Misschien nu, ja, nu wel. En je ziet ook dat hij dan continu past hij deze prijs ook aan. Dus dat hij ook later weer aankoopt. Hè, als je order niet helemaal gevuld is,
past die smart order, past dat gewoon aan. Ondertussen zie ik nog wel wat meldingen binnenkomen en ga er wel gewoon even naar kijken. We gaan er niet op traden, want we hebben geen budget natuurlijk meer. Want dat zit in deze trade. Maar ik ga jullie gewoon meenemen om te kijken van, zou ik instappen, ja of nee? Nou, heel duidelijk, nee. Waarom nee? Nou, al die platte candletjes. Veel te weinig volume. Dit wordt voor mij een nee. En de volgende, Blur. Nou, dit ziet er mooi uit. Beweegt lekker. Dan ga ik kijken, oké. De melding komt hier op deze candles. Blauwe lijn, rode lijn, hè, zitten in oversold gebied. Kruisen elkaar nu net. Maar ik wil wel hebben dat die blauwe lijn richting niemandsland gaat. Dus het is nog te vroeg om in te stappen. Dus wacht totdat die blauwe lijn richting niemandsland gaat. Voor de rest, hè, 3 minuten charts. Hij is hier nog bij de bovenste band geweest. Hier, hier, hier. Je ziet dat hij iedere keer als hij naar de onderste band gaat, dat hij weer herstelt. Best wel vrij vlot naar in ieder geval die MA20, maar ook nog weer naar de bovenste band. Hier ook, hij gaat hier naar de onderste band, herstelt weer naar de MA20, zelfs naar de bovenste band. Hier komt hij niet eens helemaal tot de onderste band. Hier ook bijna onderste band, maar raakt hij ook weer de bovenste band aan. Dus als je bij deze wacht totdat die blauwe lijn weer omhoog gaat, hè, richting of in niemandsland, en hij zet dezelfde patroon door, dan is dit ook een mooie trade. USDC. Nou, je ziet ook hier gaat hij best wel snel. En dit zijn 1 minuten candles, stijgt hij omhoog. Ook weer snel, ongeveer op hetzelfde niveau naar beneden. Hier stabiliseert hij op die prijs. Nou, dit is nu een rode candle. Ik zou niet op de rode candle instappen. Nou, hij heeft inmiddels al een nieuwe candle. Wacht. Hè, je ziet wel dat hij hier op deze candle is die blauwe lijn al in niemandsland geweest. Maar je ziet dat hij nu weer naar beneden gaat. Ik zou wachten totdat hij wel weer omhoog gaat. En je kan zeker wel 3 candles wachten na je melding. Hè? Want op deze groene candle kwam nog wel een melding binnen. Dus je kan nog wel 1, dit is de tweede candle. Dus de derde candle die hierna komt. Die kan je nog wel helemaal afwachten om vervolgens nog te beslissen, stap ik in, ja of nee. Je hoeft niet te snel in te stappen. Neem je tijd ervoor. Die doe ik aan de kant even. Die doe ik ook aan de kant. Nou, je ziet, onze prijs gaat hier weer naar beneden. Anneke vraagt, welke strategie gebruik je op dit moment het meeste? De stop of trend swing traden? De stop is nog steeds mijn meest gebruikte strategie. Als je zo'n dag als vandaag, kijk, als je dit ziet op de Bitcoin, zo'n dag als vandaag, ja, dan ga ik 's middags of eigenlijk, ja, 's ochtends doe ik eigenlijk altijd stopmethode. En dan 's middags ga ik kijken op de trend swing trade. Maar dan moet je dus wel, zeg maar, ook de altcoins mee omhoog nemen. Dus dan ga ik echt kijken van, hey, hoe zit het op de 4 uur chart? Zijn ze daar bullish, de munten? Zijn de munten op de 1 uur chart bullish? En dan ga ik pas op de trend swing trade methode over. Mm-hmm.
Nou, er zijn weer een heleboel meldingen. Nou, kijken welke we nog niet hebben gehad. Mee. ME. Op de 1 minuut. Veel beweging. In deze munt. Hier nog bij de bovenste band geweest. Dit zijn 1 minuut candles. Op dit moment, ja, je ziet dat die rode of die blauwe lijn heeft rood doorkruist. Staat nu in niemands land. Ik zal heel even wachten op de nieuwe candle. Hè? Want deze die was al rood en die had ook hier een hele spike. Vind ik dan zo'n onzekere candle. Wacht dan even op de nieuwe candle. Kijk even wat die gaat doen. Wacht even tot de laatste 10 seconden van de candle. Totdat jij een beslissing neemt. Je hebt tijd genoeg om te beslissen. En gaat het te snel, hè, op de 1 minuut? Dat je denkt van, oh, ik heb geen tijd om te beslissen. Ga op de 3 minuten. Ik treed zelf heel veel op de 3 minuten charts. En niet alleen bij spot, maar ook met name ook op leverage. Dan heb ik gewoon alle tijd om goed te kunnen analyseren. Om goed te kijken, even te wachten, mijn smart order klaar te zetten, noem maar op. Want een smart order klaarzetten duurt ook nog wel even, hè? Neemt ook wel wat tijd in beslag. CAS, USDT. Nou, hier een behoorlijke opwaartse trend. Tot aan hier. Hier zet hij hem weer naar beneden. Hier is hij voor het laatst bij de bovenste band geweest. Dat zijn 1 minuut candles. Dus voor een korte, hè, zeg maar een korte periode dit. Ik zou zelf hier wat voorzichtig mee zijn om in te stappen. Je ziet wel dat die blauwe lijn wel in niemands land gaat. Maar ook steeds weer terug gaat. Hè. Dat zie je dus dat hij van tevoren ook hier... Kijk, hier kwam al een... even zien, hier was nog geen melding. Vanaf hier komt er een melding. Dit was eigenlijk al een instapmelding. En dan zie je dat hij vanaf daar naar boven, naar beneden, naar boven, naar beneden, naar boven, naar beneden. Dus dat wil niet zeggen dat hij, als hij nu in niemands land komt, dat hij dan nu in één keer wel helemaal omhoog gaat. Dus wees voorzichtig hier. Wacht gewoon nog even een paar candles af totdat hij, dat je echt denkt van oké, hij heeft de weg nu wel echt naar boven ingezet. Al betwijfel ik dat, want als ik dit zie en ik zie dat hij nu de gang naar beneden heeft ingezet, dan denk ik dat hij ongeveer teruggaat naar dit niveau. Dus dat hij ongeveer zakt tot hier. Dus let daarop ook. Het is niet alleen maar voorwaarden afvinken op je lijstje. Nee, het is ook gewoon goed kijken naar de chart. Chart lezen. Wat zie je? Wat zie je er gebeuren? Dus CAS doen we ook weer even weg. En gaan we even kijken naar SAI. Oeh, we waren hier bijna uitgestopt. Zag je het? Zij, hier ook een sprintje omhoog. Gaat eigenlijk wel snel weer naar beneden. Hier wordt hij redelijk stabiel. En hier, nou, wacht heel even zou ik zeggen. Deze candle duurt nog een minuut. En je ziet dat dit blauwe lijn hier al wel omhoog is. Wacht heel even, ga in de laatste paar seconden je... smart order klaarmaken. Kijk dan nog heel even wat er gebeurt. En is die blauwe lijn nog steeds richting of in niemands land, hè? Dan kan je instappen. Is die omgeklapt of gaat die recht? Wacht dan nog even met instappen. Kijk, hier bijna uitgestopt. Door een wikje.
Nou, deze trade die heeft nog 10 minuten. Normaal gesproken geef ik een trade altijd 30 candles de tijd. Hè? Als ik deze trade 30 candles de tijd geef, we zijn hier ingestapt. Ga ik even kijken, 30 candles, dat zit hier. Oh, eentje terug, daar. Zou ik de trade tot hier de tijd geven? En dan zou ik beoordelen, stap ik uit of krijg je van mij nog een keer 30 candles de tijd? Maar dat is onze hoofdregel. De andere regel is, 10:30 begin ik met mijn uitstapstrategie. Want dan is het einde live trade sessie. Dan wil ik nog even tijd over hebben om met uitstappen bezig te zijn. Zodat ik niet oneindig lang in een trade ga zitten. Dus ik zet even op 10:30, zet ik ook een lijn. En dan haal ik de 30 candle lijn weg. Zij krijgt van mij de tijd tot deze lijn om zijn best te doen. En zo niet, dan ga ik mijn handje helpen. Nee, dan ga ik met de uitstapstrategie beginnen. Ik zie af en toe muntnamen dat ik echt denk van, nou, hier ben ik nog niet eerder tegengekomen. iPad. AIPAD. Ik weet echt niet wat voor munt dat is hoor. Nou, hij is in ieder geval 32% gestegen in de afgelopen 24 uur. Dat is denk ik nog maar net gebeurd. Nou, dit is eigenlijk maar 11% trouwens. Dus hij zal eerder die stijging hebben gehad. Ja, hier is die. Ja, vanaf hier tot aan dit, dat is die 32%. Ga ik altijd even kijken van... ja, kijk, hij heeft er heel lang op dit niveau gezeten, hè? Dus er is iets gebeurd, of met die munt, of hij is helemaal opgehyped, of er is goed nieuws naar buiten gekomen, of wat dan ook. Hè. Je ziet gewoon hoe verder je teruggaat, hoe langer je teruggaat. Dit zijn trouwens 1 minuten candletjes. Je zou deze eventueel kunnen bekijken op een grotere, op een hogere timeframe van hey, wat is er aan de hand? Wat is daarmee gebeurd? Ik zal hem even op een uur zetten. En dan zie je het nog, als ik hem nou bijvoorbeeld op een dag zet en ik haal even, oh dit is nog een nieuwe munt. En ik haal even mijn ik heb er ook al wel eens op getraind, zie ik. Oh. Maar het is nog een nieuwe munt, vrij nieuwe munt. Van 1 maart is deze op in ieder geval op KuCoin gekomen. Nou, je ziet ook hè, het verloop dan van die munt. Vaak als ze net nieuw zijn, worden ze behoorlijk, komen ze behoorlijk op de markt. En dan zie je ook dat er wel behoorlijk wat handel is, maar je ziet dat dan naar beneden zakken. Nou, nu zie je hier, even kijken, zeg maar vanaf juni, de hele zomer, blijft hij een beetje op hetzelfde niveau. En dan eind september, begin oktober... begint hij een beetje in prijs te stijgen. 29 oktober haalt hij hier nog weer een behoorlijke prijsstijging. Waar hij eigenlijk op die prijs, daar zit hij nu alweer bijna. Kijk, deze high. Deze high was op 28 oktober. Deze high was op 13 november. Nou, daar zal hij nu misschien ook nog wel weer heen kunnen gaan. Dat weet je niet. Maar dit is gewoon een vrij nieuwe munt. En zie ook dat hij alleen maar aan het stijgen is. Nou, volgens mij kregen we een melding op de 1 minuut. En zo kan je, vooral zonder indicatoren, kan je gewoon eigenlijk ook een beetje goed zien van... hey, wat is er met die munt gebeurd? Waar komt die vandaan? Nou, je ziet ook hier gaat die prijsstijging omhoog. Dus hier
is nu actie, is die bezig. Maar hij zou weer terug kunnen gaan naar dit niveau. Dus hou dat wel in je achterhoofd. Hè? En dit zijn 1 minuten candles. En dit is heel dichtbij. Hè? Kijk, als dit nog de maand of de dag was. Of de maand candles. Daar zit natuurlijk wat langer tussen. Maar dit zijn 1 minuten candles. Dus hou dit dichtbij. Hè? Dus hou dit goed in de gaten. Kijk waar dit heen gaat. Dus kijk ook af en toe eens zonder je indicatoren. Daar leer je heel veel van. Kijk, we baseren onze instap en dergelijke op indicatoren. En nou, we hoeven niet eens meer aan onze uitstapstrategie te beginnen, zie ik wel. Volgens mij zaten we op de 3 minuten. En we zijn uitgestopt. Dus we hebben 2 verliestrades op rij. Dat zou voor mij privé inhouden. Ik stop nu met traden. Ik ga dan ook even niet verder. Want als de markt... Kijk, ik ben nu aan het traden. Een beetje tegen de markt in. Want ik wil graag met de markt mee traden. En... Nu zou ik bijvoorbeeld gaan kijken naar zo'n trend swing trade strategie. Dan zou ik kijken van oké, ik zou stopmethode nu even afsluiten voor nu. He, je hebt 2 verliestrades achter elkaar. Zet dan niet, wil niet, ga niet goed traden. Ga niet jezelf in de weg zitten van nee, ik moet en zal mijn verliezen weer goed maken. Want of mijn winsten weer goed maken. Want ik had gisteren een mooie winst op deze trade en daar ben ik voor vandaag weer kwijt. Laat dat los. En ik zou dan zeggen van kijk even naar bijvoorbeeld de trend swing traden. Dus vandaar. Ik kijk nog heel even. Ja, op zich zijn er best wel veel... meldingen voor long. Maar pas even op met traden. Hou de Bitcoin chart goed in de gaten. Blijf kijken wat die aan het doen is. Hè? En die is gewoon nog steeds... Ja, hij vormt nu wel net een rode candle hier. Maar hij is nog wel gewoon steeds aan het stijgen. Hij is nu niet... aan het herstellen. Dit is gewoon nog steeds een stijgende lijn. En dit, want het straks zei ik al van, ik wil het liefst gewoon wat meerdere candles hier die op hetzelfde niveau zitten, zodat je ziet dat hij aan het herstellen is. Maar hij is nog steeds aan het stijgen. Bitcoin is nog steeds aan het stijgen. En hij heeft dit uur al 41.797 aangetikt. En dat heeft hij de laatste maanden nog niet aangetikt, hè? Dus hij heeft gewoon een nieuwe high hier neergezet. Dus hij is gewoon nog steeds aan het stijgen. Hou dat gewoon goed in de gaten. Kijk gewoon, oké, wat gaat die prijs doen? Blijft die stijgen? Kijk dan naar trend swing traden, als je wilt traden. Gaat die dalen? Pas dan ook even op. Maar gaat die gewoon een beetje op hetzelfde niveau, een aantal uren achter elkaar, op hetzelfde niveau candles vormen? Ja, dan is het wel. Kijk een beetje naar dit voorbeeld. Dan is het gewoon mooi traden. Nou, gebeurt er weer zoiets als dit? Wacht dan gewoon even. Soms kan je beter niet traden als winstgevender dan traden. Dus 10:30, precies tijd. Nou, ik ga gewoon afronden. Wat ik nog wel wil zeggen. Vandaag hebben jullie degene die in ons mailbestand zitten, onze 4e mail gehad van een mystery aanbod. En ik pak heel even voor mezelf die mail erbij. Vrijdag kregen jullie een eerste mail in de mailbox met een hint. En dat was: dit nieuwe jaar brengt nieuwe mogelijkheden voor beginners en geïnteresseerden om je financiële toekomst te transformeren... op de crypto, in de cryptowereld. Je kon die dag dit aanbod aanschaffen voor
11 euro. En neem van mij aan, dat is een fractie van de prijs van dit product wat het straks gaat kosten. Toen kwam dag 2. Stel je voor dat je zonder voorkennis en als nieuwkomer in de cryptowereld toch extra inkomen kunt genereren. Slaat allemaal op het aanbod. Maar toen was de prijs al 22 euro. Dag 3, dat was gisteren. Heb je weinig tot geen ervaring in de crypto? Geen zorgen, we hebben iets geweldigs voor jou in petto. En vandaag ontdek hoe beginners en nieuwkomers in de cryptowereld de controle kunnen nemen over hun financiële toekomst. Nou, ik ga ze een klein beetje toelichten. Vandaag kan je deze mystery aanbod voor 44 euro aanschaffen. Neem van mij aan, dat is nog steeds een fractie van de uiteindelijke prijs. Maar iedere dag wordt dit aanbod wel duurder. Iedere dag wordt het iets duidelijker wat je uiteindelijk gaat ontvangen. Nou, het is waarschijnlijk al duidelijk dat dit is voor beginnende traders. Ben je net begonnen met traden? Of denk je van, ik voel me nog wel een beginner, ik kan nog wel even een boost gebruiken? Dan is dit ook heel geschikt voor jou. Heb je nog nooit getraind, maar zou het je wel leuk lijken? Dan is dit zeker ook iets voor je. Heb je enigerlei interesse in crypto? Dat je denkt van, nou, misschien is het wat voor mij. Dan zou ik ook zeggen, ga op het aanbod in. 44 euro is nog maar een fractie van het eindbedrag. Maar morgen komt tip 5. En is die weer duurder geworden. Dus ja, hoe sneller je erbij bent, hoe goedkoper je dit product, ik zou bijna zeggen wat het is, dit product kan aanschaffen. En ik weet zeker dat je er geen spijt van kan krijgen. Je weet ongeveer op welke manier ik lesgeef, ik clinics geef, ik content aanbied. Het is ook in de lijn van die verwachting, dus dat mag je ook van mij verwachten. Dat het echt op des helga's gaat, laten we het daar maar even ophouden. Dus de manier zoals ik het uitleg, de manier zoals ik clinics geef, videocursussen maak of wat dan ook, is dit goed. Er wordt de vraag gesteld van, is het ook iets voor gevorderde traders? Is ook interessant. Het is zeker interessant en je gaat er zeker nog wat van leren. Er kan zeker een verdieping zijn, maar er zal ook heel veel herhaling voor je in zitten als je een gevorderde trader bent. Maar ik zeg altijd, herhaling is nooit verkeerd, dus vandaar. Dus even kijken of er nog iets in de chat is wat ik nog even zou moeten melden. De link voor vandaag, voor dit mystery aanbod, staat ook in de chat. Hij zal niet onder de video staan, want als je morgen deze video kijkt, dan is die link van vandaag al niet meer geldig. Ontvang je van ons niet de mails, dan sta je dus niet in ons mailbestand. Kijk je deze video en het is nog december en je wil wel gebruik maken van het mystery aanbod of je bent er nieuwsgierig naar, kan je altijd even een mailtje sturen naar info@financieelblij.com. Dan sturen we je even die mail van die dag toe met de juiste link erin. Dus. Goed. Ik ga afronden. Een hele fijne week. En we gaan zien waar Bitcoin deze week gaat belanden. Doe voorzichtig aan. Hou de Bitcoin chart in de gaten. Trek voor jezelf. Probeer eens even wat lijnen te trekken als je dat eigenlijk nog nooit hebt gedaan. Probeer gewoon wat hoge punten. Wat je bij mij ook ziet. Gewoon wat wikjes aan elkaar te verbinden. Trek die lijn eens door en ga eens kijken hoe de Bitcoin zich daarop ontwikkelt. Ga proberen daar wat van te lezen. Ben je echt nieuwsgierig ook na van, hey, wat doet dan eigenlijk bijvoorbeeld zo'n soort technische analyse? Op onze Discord chart, in onze technische analyse draadje,
plaatst Connie eigenlijk bijna dagelijks wel een bepaalde analyse van een munt. Heel vaak is dat de Bitcoin. En kijk daar gewoon naar. Neem bijvoorbeeld die lijnen eens over en ga eens kijken van, hey, hoe ontwikkelt die Bitcoin zich? En dat is echt een manier waarbij je bepaalde kennis ook gaat opdoen, hè? Waar je daarmee ervaring in krijgt. Nou, voordat ik weer opnieuw een heel verhaal ga beginnen, ik ga echt afsluiten. Ik wens jullie een hele fijne trade week toe. En donderdag, eventueel financieel blij, live zie ik je weer. Dan gaan we verder met traden. Misschien wel weer op met mijn challenge portfolio op een leverage platform. Moet ik altijd even kijken hoe het allemaal gaat op dat moment. Maar we gaan zeker weer wat leren donderdag. Bedankt en tot ziens. Doeg!